Ik ben wat weigergangs en al zolang ik me kan heugen, maak ik tekeningen en andere beeldende werkjes, collages of kijkkastjes. Wat ik nu aan het doen ben is een pentekening maken en die zet ik eerst op met potlood en ga ik daarna uitwerken. Soms ook doe ik het zonder potlood. Ik merk wel dat de vraag wie wij zijn als mens, dat die mij heel erg boeit. En dat is natuurlijk ontzettend breed en ik kan alleen maar uitgaan van deze mens en deze kop met al zijn dingen erin. Maar dat vind ik heel boeiend. Wie zijn wij? Wat wel zo is, als ik soms maanden met zo'n tekening bezig ben geweest, dan heb ik wel behoefte om eventjes iets totaal anders te doen. En het thema was lust en het goede leven. En toen dacht ik, verrek, daar gaat dit over. Dus dat valt dan meteen op zijn plek. Want ik zie duidelijk, dit is op het eerste gezicht een feestje lijkt het wel, zoveel mensen bij elkaar. Het ziet er heel feestelijk uit, maar als je dan goed gaat kijken, dan zijn het eigenlijk soms niet eens meer mensen. Het zijn poppen geworden. En is er nou werkelijk contact tussen al die mensen? Zijn ze nou zo aan het feesten? Nee, dat is niet het geval. We verlangen naar intimiteit, naar de lust, je ziet de lusten, de moordlust en goklust zit erin. Het is ogenschijnlijk een goed leven, maar als je goed kijkt, is het een verlangen daarnaar. Hoi, ik ben Heidi Wilms. Ik ben autonoom beeldend kunstenaar. En ja, in mijn werk staat voornamelijk de mens centraal. Ik probeer momentopnames te creëren van een persoon of meerdere personen die een emotie beleven en waardoor er een situatie ontstaat. En door middel van toevoeging van een titel of bepaalde symboliek probeer ik dat uit zijn context te halen, waardoor er weer een nieuwe situatie kan ontstaan. Alleen die situatie die wordt dan bepaald door de toeschouwer zelf en ja, door zijn of haar beeldvorming. Mijn schilderijen gaan in principe ook niet over het schilderen, niet over de penseelstreek of verftechniek of zo. Het gaat echt om het plaatje. Ik heb een plaatje in mijn hoofd en ja, dat moet het dan ook zijn. Ik zou ook ruimtelijk kunnen werken, ik zou ook kunnen fotograferen. Voor dit beeld is dan schilderen ja, de beste manier. En dat is dan ook de reden waarom ik schilder. Voor de wedstrijd Kunst en Filosofie heb ik dit werk ingestuurd. Het heet Self Reflection. De reden waarom ik voor dit werk heb gekozen is dat het veel raakvlakken heeft met het thema lust en het goede leven. Voor mij is het een metafoor voor aan enerzijds het genot van het toegeven aan ja, een innerlijke, bijna primaire drang. In dit geval dus de drang van ontzettend moeten plassen. En ja, dat staat voor mij voor het stukje lust. Aan de andere kant heb je ja, de schaamte van het niet kunnen beheersen, het toegeven aan en ja, het stukje het blootgeven, in dit geval dan ook letterlijk. Die dingen staan dan meer voor het goede leven, van, in de zin van ja, dat je je gedraagt en dat je zulke dingen eigenlijk gewoon niet doet. En ik ben Astin en samen zijn we Supernova. We vinden het heel belangrijk om ons niet toe te spitsen op één vakgebied. Dus eigenlijk alle vakgebieden daarbij te betrekken. Dus grafisch ontwerp, typografie, film, animatie, ruimtelijk ontwerpen. Bijvoorbeeld laatst een tafel ontworpen. En ja, we vinden het ook gewoon heel belangrijk om niet in hokjes te denken. En zo breed mogelijk te kijken wat het beste bij een opdracht past.
En vind het ook heel leuk om zelf eigen werk te maken, autonoom werk. En dan vragen we onszelf ook wel eens af van ja, zijn we dan eigenlijk kunstenaars of ontwerpers? Want die grens is eigenlijk heel vaag. Wij hoorden van de wedstrijd van BKKC, Lust en het Goede Leven. En wilden we heel graag meedoen. Dus zijn we gaan kijken hoe kunnen we het verhaal wat we bedacht hebben het beste overbrengen. Gaan we een poster maken, gaan we een tafel ontwerpen, gaan we een animatie maken. En we vonden dat film het beste medium was, het beste beeldende medium om ons idee over te brengen. De clip gaat over een jonge man die eigenlijk een beetje een strijd met zichzelf aangaat tussen lust en het goede leven. Hij staat midden in het leven, hij kan echt super genieten van de kleine dingen, van de natuur, samen zijn met mensen, zeg maar. Dus hij leeft echt in het goede leven. Maar hij voelt steeds de drang, en ik denk dat iedereen, we denken dat iedereen dat wel herkent, de drang naar meer, groter, slechte dingen. En ja, hij doet eigenlijk alles wat God verboden heeft. En het is een gradatie van het goed leven naar de lust eigenlijk. Ik ben Barend van Hoek. Ik ben beeldend kunstenaar, schilder, tekenen. Af en toe een beeld, groot beeld, installatie. Ik maak ook muziek, liedjes. Mijn werk gaat vooral over... er staan meestal gewoon meisjes op die... op een bepaalde manier met een knipoog erotisch zitten te zijn. Het is eigenlijk vooral meestal een commentaar op hoe wij er tegenover staan. Of wat aantrekkelijkheid is of wat als opwindend wordt beschouwd. Daarnaast maak ik ook installaties of grote beelden van afval en karton. Dat is dan meer incidenteel. Die komen meestal wat harder uit de hoek. En de liedjes die ik maak, dat is dan meestal wel echt kritisch te noemen. Wat ik ingestuurd heb voor de wedstrijd van de Lust en het Goede Leven. Dat liedje dat gaat dan echt specifiek over het egocentrische consumeergedrag. Op Steers, eerstejaars fotografie en fotograaf. Qua beeld schiet ik dan wat er voor mijn lens komt en mijn aandacht vangt in het kader van waar ik mee bezig ben en waar ik mee bezig ben. Je ziet iets wijder verspreid nog. Water. By making the other four come back to die for his country. Ik ben nu bezig met een voorbereiding voor een shoot, modefoto's, die ik in dit soort omgeving wilde houden. Dan ga ik me van tevoren even heen om het terrein te zien, te weten wat ik wil doen, dat ik daar geen tijd in hoef te verspillen als ik hier daadwerkelijk met een model sta. De foto die ik daarvoor daadwerkelijk heb ingestuurd is een foto die ik heb gemaakt van een kennis terwijl hij bezig is met op zijn vrije dag wat te blowen. Om te laten zien dat zelfs al doet hij iets dat voor hemzelf slecht is, er ook zelf van bewust is, hij nog steeds daadwerkelijk de keuze maakt om te doen wat hij zelf graag wil. Daarin zijn eigen keuze als hij zichzelf wil schaden
En hij doet er verder eigenlijk niemand kwaad mee.